Kijk, hier vlak voor je neus, daar zit een grutto. In Chronochromie van Olivier Messiaen hoor je soms van die kreten, die schreeuwen, die mij soms aan de grutto doen denken. Hij is hier nooit geweest. Dit was niet exotisch genoeg voor hem. Maar toch, ik hou ervan. Van Messiaen en van de vogeltjes. Dat is lekker. Helemaal makkelijk, hè? Zo'n volière voor je neus. Het hele vogelorkest voor je neus, achter het gaas. Wat Messiaen gedaan heeft, is die extreme hoogte van zingen. Maar hoor, zo'n parkietje dat heel hoog zingt, verlaagt. Soms octaven lager, zodat wij het beter kunnen begrijpen. En de snelheid heeft hij vertraagd, want ze zingen zo snel. Messiaen had meer met vogeltjes dan ik, geloof ik.